Henk, niemand had natuurlijk de illusie dat jullie elke wedstrijd in de Eredivisie zouden gaan winnen dit seizoen. Maar wat vond je van de nederlaag van vandaag? Uiteindelijk, op het einde, zeker als je naar de tweede helft kijkt, dan is hij wel super pijnlijk natuurlijk. Ja, want waar ging het vandaag mis? Waar verloren jullie in die zin de grip? Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat we nooit echt grip gehad hebben. Ja, we begonnen al heel moeizaam. Zoals je zag zijn we ook heel snel geschakeld naar een ander systeem. Wat in principe voor heel veel mensen het systeem zou moeten zijn. Maar ook uiteindelijk in dat systeem waren we nog niet vast genoeg. Dan heb je nog het geluk dat je twee keer op voorsprong komt vanuit spelervattingen die fantastisch waren. Maar ja, ik denk dat wij, zeker gezien de eerste twee wedstrijden waar we ook niet het maximale halen, echt wel op zoek zijn, hè, naar een resultaat. En het liefst 3 punten. En ook nu weer zie je dan in die korte fase dat wij het wel naar ons toe kunnen trekken. Dat we weer de mogelijkheden niet maken. Hè? Ik denk dat Redan, als hij de 3-1 maakt, dan help je dat een heel stuk op weg. En zover zijn we niet. Weet je? Dat kunnen we nog steeds niet voor elkaar krijgen. En dan weet je dat zo'n wedstrijd alle kanten op kan. Ook omdat wij zeker defensief een aantal mensen missen. Maar dan nog, denk ik, met de spelers die er staan, moeten we beter dan dat we vandaag hebben laten zien. Dus ik heb ook naar de jongens toe gezegd, aangezien wij een team zijn, waar wij ook deel van uitmaken en ik, dus net zoals zij, kunnen spreken van een collectief falen. En dat betekent dus dat we morgen gewoon gaan trainen, daar waar eigenlijk een vrije dag gepland was. Nu weet ik dat mensen soms wel eens zeggen, ja, het zit hem in het spelsysteem. En dan zeg jij uiteraard, jongens, dat is het niet alleen, het is ook de spelopvatting. Wat vond je daarvan? Een stukje beleving, energie, wat de jongens vandaag erin hebben gelegd. Kan het daaraan liggen? Nou ja, je wisselt van systeem omdat we geen grip hadden. Met name aan onze linkerkant, dat liep voor geen meter. Dan ga je naar 4-3-3 omdat dat vaak, met name op het middenveld, kwamen we in het begin tekort. Of 3-2 kwamen we uit. Dan probeer je dat vast te zetten, iedereen direct de tegenstander. Maar ook daarin kregen we simpelweg geen grip. Dus dat is denk ik het verhaal van vandaag. Is dat we in welk systeem dan ook, we waren niet bij machten om grip te krijgen. We waren niet bij macht om de wedstrijd naar ons toe te trekken. En we waren niet bij machten om zeg maar een nederlaag te voorkomen. Omdat je ziet ook, hè, op een gegeven moment dan lijkt het zeker voor de buitenwacht als los zand. Dat heeft met zelfvertrouwen te maken. En dan ga je ook krampjes krijgen, noem maar op, dat soort dingen. Dus dit is de fase waar we nu in zitten. Het is helaas vervelend woord, maar het is een proces. Er zullen een aantal spelers echt aan elkaar moeten wennen. Een stap moeten maken, hè, want die komen van een kleinere club. Ja, dat zijn de redenen. Maar op dit moment kan ik me alles voorstellen als men dat nu ervaart als een excuus. Dus we moeten gewoon keihard werken. Ja. Hoe ga je dat wennen of bepaalde patronen erin slijpen of bepaald wennen aan elkaar proberen in de ploeg te brengen? Is dat een paar keer een potje paintballen? Is dat beelden bekijken? Op het trainingsveld flinke arbeid erin stoppen? Ja, kijk, we zijn heel veel aan het oefenen op die patronen. Hè? En op de training, moet ik eerlijk zeggen, af en toe komt het er fantastisch uit. Kijk, de wedstrijd geeft altijd een andere druk. Hè? Want hier moet je. Hier kan je niet kijken van, oh, mooie uitvoering, fantastische voor. Nee, het moet gewoon goed zijn. En daar heb je resultaten voor nodig om je daar extra in te steunen. Ja, en op dit moment krijgen we dat niet voor elkaar. Dus je kan je voorstellen dat het zelfvertrouwen, daar lopen een aantal niet van over. Nee. Wat ga je nu concreet vragen van de jongens? Kijk in de spiegel, hoe heb ik zelf gespeeld? Gaan jullie als staf evalueren wat er mis is gegaan qua toch weer systeem, poppetjes, wat je van iemand verwacht? Oh, maar dat doen we altijd. En nu is het zeer zeker aan de orde. Hè, omdat je ook weet dat dit de fases zijn waarin je soms uit elkaar gaat vallen, helemaal. Of elkaar niet de waarheid vertelt. Hè, omdat het gewoon gevoelig ligt voor iedereen. Frustraties, irritaties. Maar toch zullen we dat moeten doen. En in principe beginnen we morgen daarmee. Want ook voor het weekend staat weer een tegenstander waar iedereen van ons mag verwachten. Dat we er een wedstrijd van maken. En het liefst een resultaat halen. En het is aan mij de taak om ze zo ver te krijgen, zo simpel is het. En ja, vandaag moeten we het slikken. En we zullen moeten accepteren dat iedereen heel kritisch zal zijn nu naar ons. Naar mij, naar de groep. Maar we moeten meer dan ooit achter elkaar blijven staan. En dat moet, dat kan. Zeker omdat het nog heel vroeg in het seizoen is. Maar dat het een tik is. En dat dit, net zoals bij onze supporters, behoorlijk wat frustratie en irritatie oplevert. Ja, dat is denk ik logisch.